Totale paniek, natuurlijk nu in de huiskamers bij de piepshow, want waarom zit ik hier en zit Skate daar? Ja, dat, dat, dat is een hele logische... Bam! Bam! Inderdaad, er zijn twee, er zijn twee uh, redenen daarvoor. De eerste is, uh, zoals ik al had gezegd, Bos heeft kerstvakantie. En de tweede is, ik zat hier al met Brieven Maandag en, 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 en Skate zat al daar. En als we dan weer gaan wisselen, moeten de camera's allemaal weer opnieuw worden ingesteld. En daar hadden we even geen zin in. Is dat erg? Tuurlijk niet, joh. Nee, 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 prima. Ja, mensen die nu... Ja, mijn uh, OCD uh, ja. draait nu over uh, uren. Uh, ja, Dit whatever. is de eerste piepshow uh, dat ik hier zit. Maar het zou ook wel eens een keer leuk om het van deze kant te bekijken. We gaan in ieder geval weer een, volgens mij, zes onderwerpen doornemen. En uh, er zitten ook weer wat dingen bij, Skates, die... Toch wel in jouw straatje gaan vallen. Dus uh, daar ga je zeker wat over te, te vertellen hebben. Okay. Laten we beginnen met Ubisoft, dames en heren. Het bedrijf wat vooral in het nieuws komt uh, kwam dit jaar, met zaken waar ze eigenlijk helemaal niet mee in het nieuws wilden komen. En um, dit keer is het de aankondiging die vorige week de wereld deed verrassen. We wisten dat het eraan zou komen. We, iedereen had het een beetje over de NFT's. De uh, non-transferable... Dan nog iets met een T. I don't know. Nee, in ieder geval... Nee, NFT, non, wat? Ik dacht non... Oh nee, nee. ik weet het niet uit mijn hoofd. Daarom had Boos hier moeten zien. Maar in ieder geval, het is een object... met een code eraan. En die code die kan je krijgen of die kun je kopen. En dan heb jij dat object in een game is... Van jou, voor altijd in je leven. Totdat je het verkoopt aan. Hè, ik heb dat object. Ik verkoop het aan Skate. skate, skate zeg, ik wil het wapen van jou hebben. Ik vind het echt heel vet. Ik ga er 300 euro voor betalen. dan zeg ik, nou, Skate, alsjeblieft. Hier heb je het, uh, het wapen. Totdat ik heel veel spijt krijg. Zeg, skate, kan ik het terugkopen? Zeg hij, ja, dat kan wel. met 600 euro. Het schiet me trouwens wel te binnen. Een non-fungible token is het. Oké, okay, daar is die. Ja. Inderdaad. Um... Stond gewoon op het scherm. Hier. Ja. <laughs> Anyway, um, er was al heel veel rumoer over blockchain. Uh, dat is hip, crypto is hip, jongeren doen eraan. Daar valt geld mee te verdienen. En, zou, okay. en ook zeker mee te verliezen. En ook zeker mee te verliezen. Uh, er zouden zeker uh, AAA-publishers mee in zee gaan. Want ze hadden al gezegd: EA, -E take two Ubisoft. Square hadden al gezegd: NFT's, it's the future of gaming. En Ubisoft was de eerste. Is dat dus, zo? Ja, Ubisoft is de eerste grote partij, AAA. Dus er zijn ongetwijfeld indies die dit al doen. Maar AAA. Die NFT's in een AAA-productie gaan stoppen. En dat was Ghost Recon Breakpoint. En uh, ja, dat sloeg als een bom in. Uh, er werd een videofilmpje, uh, een trailer werd er onder. Maar niet in the right way. Niet in the right way. De trailer had uh, 96% een negatieve. Uh, 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 ja, feedback. Hoots, ja. Uh, hebben ze het weer afgehaald? Uh, maar het gaat door. Het gaat door. En um, wat er gaat gebeuren vanaf vandaag, volgens mij 1 p.m. E.T. Is dat European Time? Nee, dat nee. is de East Coast. Oké, okay, nou dan zal het wel. Ergens vandaag online uur, komen. 7 uur s avonds. Komen de 200, 2000 NFT Gunskins available in Ghost Weekend Breakpoint. Maar. Er zit een maar aan. Je kan ze alleen verkrijgen als je XP level 5 bent. Um, nou. Dat doe je in dan. Dan moet je echt uh, heel veel tijd erin hebben zitten hoor. Exact. Um, en je moet. Um, 600 plus uur hebben gespeeld op de pc oké okay. de game 600 uur dat is 25 dagen dat is best veel dat is, dat is vrij veel um, nou de reden daarvan is van ja dan dan is het ook wel echt iets waar je waar je je best moet doen dan gaat natuurlijk de de waarde gaat weer omhoog uh, Ubisoft zegt uh, it gets a percentage cut of sale value in some cases maar als Wat iets er? fout gaat. Ja, in sommige cases krijgen zij een percentage cut of sale. Dus als je het doorverkoopt, verkoopt, krijgen zij daar weer een percentage van. Oké. Okay. Um, ze zeggen ook niet: als dat ding kwijtraakt, dan hebben ze er ook geen schuld voor. There's no liability. Uh, no power to reverse or cancel transactions. No liability for claims or damages. And are aware that the blockchain may suspect to specific specific weaknesses which make them possibly targets for specific cybersecurity threats. Um, no liability in the risk implied by the use of this new technology. Kortom, als er iets fout gaat, is het niet hun schuld. Ja. Yeah. Um, en ja, er is ontzettend veel. Uh, 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 ja, best wel. Haat, mag ik het rustig noemen. Ook toen inderdaad gisteren dus dat plaatje uh, online kwam van Ubisoft. Dit, dit is het eerste project, uh, product wat je kunt vinden. Een helm. Nou, die helm, dat hebben we. Hier is die. De Wolf Enhanced Helmet. Um, ja, en daar moet je dus inderdaad gewoon 600 uur voor hebben gespeeld. Nou ja, je, je moet er in ieder geval nog iets voor doen. Je Je kunt het ook gewoon simpelweg veilen, bewijs van spreken. Gewoon aan de highest bidder. En dan uh, gaan mensen die helemaal niks met de game hebben... ermee vandoor, bij wijze van spreken. Ja. Uh, echt tegenwoordig een drol. Een drol met een, met, een, met een vlaggetje erop kan tegenwoordig als NFT al... Uh, heel veel geld opleveren, zeg maar. Ja. Ik, 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 ik begrijp het tot een bepaalde hoogte, maar ik vind het echt... Men draaft weer gigantisch door. En wat ik ja. kijk, het is natuurlijk wel makkelijk om het bij uh, een, een, een game als uh, Ghost Recon. Ja, waarom daar? Een, een proefballonnetje. Een game ja. die eigenlijk al achter ons ligt. Laten we eens even kijken in hoeverre we die game weer nieuw leven kunnen inblazen. Ik vind het er geen game NFT's. Maar waarom moet 600 euro in die 600 euro? Kijk, bedoel, bij een, 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 een de Division 2 had ik het gesnapt. Bij een Destiny. Make, make sense. Uh, mm -hmm. Games waar je veel tijd in investeert, maar laat ik de vraag aan jou terugstellen: heb jij in Destiny 600 uur zitten? Ja, makkelijk. Dat wel? Ja, dat wel. Oké. Okay. Maar ik ken weinig mensen die 600 uur in uh, Ghost Recon gestoken nee, hebben. Nee, dat bedoel ik. Van, het, het, het roept ook op tot veel spelen. Ik uh, bedoel. Moet je, is het zo dat je dan niet voor de right reasons denk ik, weet je wel? Bedoel, nee, je speelt een game omdat je het tof vindt om te spelen. Maar waar haal je 600 uur vandaan in Ghost Recon? Dus, dat... dus denk je dan niet dat mensen dan daar weer tools voor gaan maken dat ze gewoon de game kunnen aanzetten en al 600 uur kunnen laten? Ga je dat weer krijgen? Vast wel. Elastiekje ja. om je rechterstik zodat je blijft draaien, bewijs van spreken. I don't know. Ja. Ik weet niet. Ik weet niet of het echt daadwerkelijk zo is dat je echt minstens 6 uur gespeeld moet hebben, 600 uur? Is dat, wat ze, dat wat wat ze wat ze vragen. In, in alle situaties nou ja kijk ze willen natuurlijk die prijs opkrikken en dan moet je er wat voor doen en dat is dus die 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 threshold die die border dat is 600 uur uh, gespeeld hebben om uh, in ieder geval die skins uh, te bemachtigen Maar ik spiele voor 5 ondertussen als jij ja of, ja of is dat iets anders dan gewoon een normale level die je uh, ranked of zo of die je Oh nee, wacht, Sorry, je hebt helemaal gelijk. Dus uh, die 2000 skins zijn voor uh, 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 XP level 5. Oké. Okay. En dan komt er ook nog een keer, en dat was die helm, en daar moet je ah, 600 uur voor spelen. Kijk, de, nou, nu, dan, nu snap ik het wat beter ja. inderdaad. Nou ja, nou, dat is voor de diehards inderdaad. Ja. Maar dan nog vind ik het gewoon bullshit. Nou ja, <coughs> ja. kijk... De, hier wil je je games toch niet mee investeren? Nou, kijk, het ding is van. Uh, als ik jullie bezig zie met Destiny, of ik zie mensen uh, 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 in mijn omgeving, de, 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 de jongere uh, kids, neefjes bezig met een Fortnite, waarin ze tientallen uren uh, besteden om bepaalde objecten uh, te krijgen en daar heel trots op zijn, dan kan ik me voorstellen dat als je zoiets uniek zou kunnen kopen, waarbij je het dan misschien ook weer kan resellen, dat dat een functie heeft. Maar de basis is dat die game uh, niet aangetast is, maar uit zichzelf zo goed is dat je daar 600 uur vrijwillig in stopt. Wat, wat er nu gaat gebeuren is dat mensen dit gaan doen om geld te verdienen. En de, de game, de breakpoint, ik vind het een rare game om daar 600 uur in te moeten, moeten steken. En dat is het voor. Dus ze maken die game, de volgorde moet voor mij zijn, we gaan een fucking goede game maken. Oh, die game is fucking goed. Iedereen speelt het heel veel tijd in. Dan kunnen we van dingen kunnen we NFT's maken. Wat is nu het de volgorde? We gaan, er moeten NFT's in. Waar kan het in? En de gameplay zelf. Doen het, is ze niet, van... het is niet echt een game als een surf game, zeg maar. Dat, dat, dat vind ik raar. Ik bedoel, hoe. Ik heb geen probleem met geld verdienen. Laat me, want ik, ik krijg hier dus ook commentaar. Dat is leuk. Iedereen kijkt de piepshow in de industrie. Die zeggen dan van ja, maar we moeten ook geld verdienen. De games kosten veel geld. Snap ik. Maar de volgorde is nu andersom. De marketingmanagers beginnen nu van... Nou, oké, okay, er moet geld worden verdiend. Dus er moet, er moet season pass moet erin. Dit moet erin. Dat moet erin. Dat moet erin. En nou helemaal aan het eind zeggen ze... Het moet een leuke game zijn. Ah, oké, okay, want dat is nu even de proefballonsituatie. Waar we investeren. Dat zou kunnen, ja. En ik denk met het oog op toekomstige releases als dit zeg maar een, een niet te al te grote shitstorm wordt en het ja. wordt uiteindelijk een soort van geaccepteerd dat uh, NFT's eigenlijk al in het voortraject meegenomen gaan worden uh, bij het opzetten van een game. Ja. Oké, okay, um, waar kunnen we NFT's uh, plaatsen of gewoon nee. linken aan attributen in de game uh, of of iets dergelijks, weet ja. je wel? En uh, nou, uh, dat gaat in het voortraject al een uh, al uitgewerkt worden dan. Ja. Nou, voor mij hoeft het niet, man. Iets anders wat ik ook eng vind, maar daar komen we een beetje in het, in het pedagogische, is uh, um, dat jongeren en misschien wel kids uh, hier geld in gaan stoppen. Ubisoft trekt nu als een cloud er vanaf: van, hey, als er iets fout gaat, hij duurt, it's not me. Um, it, it, it is, eh, bedoel, het is een volataal product. Um, wie zegt dat het bij die. Weet ik veel, 2000 skins blijft. Wie zegt niet dat Ubisoft over een maand denkt... ...we doen er nog gewoon 2000 bij, waardoor de waarde weer omlaag gaat. Dat, dat, um, dat zie je nu al. Uh, de afgelopen maanden heb ik meer dan eens gelezen... ...over gasten die tonnen, bewijs van spreken... ...hebben geïnvesteerd ja. aan een of andere afbeelding. En die nu nog maar een paar duizend euro waard zijn. Nee, ik, ik zie op YouTube ook allemaal video's van hippe influencers... ...die zeggen van, wil je rijk worden in een week... Uh, ...nu tekening of NFT's verkopen. Weet je, ik bedoel, pas daar echt, echt... Mij op dat vind ik het enge ervan. Um, doe ik ben slim oh ja, genoeg. Kwebbelkop heeft dat ook hè? dat je nu gewoon die heeft ook zo'n zo zo ja. site opgezet of zo. En dan uh, maar, maar doe je wegwijs maken in het creëren van NFT's en uh, daar geld mee verdienen. Ja, en shit, nee, absoluut. Maar ik, ik denk wel bij influencer vind ik het eng omdat een influencer influenced en die moeten ook. Echt heel goed begrijpen dat als zij iets zeggen, er een bepaalde vrij grote doelgroep is die dat voor zoete koek neemt. En uh, daar hoor je nooit de kritische verhalen de valkuilen. Zelfs Boris, die absoluut uh, uh, Bitcoin hoog heeft zitten, waarschuwt altijd: doe je onderzoek. Kijk goed naar, praat er met andere mensen over die er misschien veel van weten. Uh, uh, lees erover en ga ook niet all in. Ga nooit zo van, nou ik heb 100.000 euro spaargeld, dat ga ik meteen in Bitcoin doen. Begin gewoon klein en kijk vol aan hoe het werkt. Hetzelfde hoop ik dat mensen doen met NFT's, want het is natuurlijk ook bloedje link. Gaan we naar Activision? Ja, dames en heren, we gaan weer, het, het blijft ja. lekker rommelen daar. Uh, vorige... Ubisoft en Activision. Ja, je, je kunt bijna geen piepshow meer uh, maken zonder deze. Nou, er, komt, er komt een nieuwe bij. Er komt een nieuwe partij bij, oh. uh, Skate. Jawel, jawel. Uh, Activision. Uh, vorige week was er een mevrouw. Uh, uh, een mevrouw die ook een klacht had ingediend. Uh, die hield een uh, spreekbeurt. Een, 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 een communiqué buiten. Een persconferentietje uh, buiten de hekken. En uh, vertelde nou, wat er allemaal gebeurd was met haar. Dat het niet goed was. En dat ze opriep tot... Union, 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 uh, Vakbond, het, op, het opzetten van een vakbond. Ja, ja. Uh, dat is dus in Amerika niet zo. In Nederland heb je dus heel veel vakbonden, uh, maar in Amerika is dat. Heb je ook vakbonden, maar heel veel bedrijven willen het niet um, en en dus De gebeurt. Het, heeft dat ook. Die heeft geen geen vakbond. Nee, en dat is best wel lastig, want zo'n groot bedrijf kan je dan gewoon heel makkelijk ontslaan. Je hebt geen poten om op te staan, omdat je in je eentje... ga je geen rechtszaak beginnen ja. tegen zo'n groot bedrijf. Daar we werken zij vaak met contractors, zeg maar. Exact, exact. Nou, zij hebben een oproep gedaan van... jongens, we moeten echt, echt gaan verzamelen als werknemers met elkaar... want alleen dan hebben we body genoeg om rechtszaken aan te gaan... claims neer te leggen, et cetera, et cetera. Nou, daar is inmiddels al uh, meer dan een miljoen voor binnengekomen... om dat te doen. Nu heeft Activision daarop gereageerd en ik vind dit zo ontzettend grappig en daarmee ook pijnlijk. Uh, het gaat om een executive uh, die heet Brian Booletaul. Hij heeft hiervoor voor Trump gewerkt. Dat doet er niet oh, toe, maar ook een ah, beetje ja. wel. Mm -hmm. uh, uh, ik wil even de tekstje zien, want dan zal ik het een klein beetje moeten voorlezen, want ik weet het niet. Ah nou, hier: If you may have seen yesterday, there was a communication supported by the Communications Workers of America (CWA) that asked employees to sign and submit union. Authorization cards. I want to be clear about this. The leadership of Activision Blizzard supports your right under the National Labor Relations Act uh, to make your own decision about whether or not to join a union. Dus hij begint zo van. Hey, het is jouw recht om dat te doen. Nou voel je al aankomen. But? Dat er een mits en een but aankomt. As you make this decision for your future, we ask only that you take time. To consider, dit is een lichtelijk dreigement. To consider the consequences of your signature on the binding legal document presented to you uh, by CWA. Once you sign that document, nog meer dreigementen, you will have signed over to C, the CWA the exclusive right to represent you. For the purpose of collective bargaining, concern all terms and conditions of employment. That means that your ability to negotiate all your own working conditions will be turned over to CWA. Just as the documents say. Nou, bla bla bla. Um, dan zegt hij nog een keer, ja, jongens bij Activision, we gaan zo hard werken om dit allemaal goed te krijgen. Dus uh, ja, dat moet allemaal. Uh, uh, ja, dat moet goed gebeuren. Um, if we fail to achieve the workplace goals, we have set forth. if we fail to do the things we've committed to doing uh, then of course you will still always have the right to engage with uh, and vote for CWA but ja, het komt er gewoon op neer van ja, hey niet. prima weet je wel dat jullie dat doen. Maar geloof geloof mij wij kunnen dit ook wij gaan dit yep. ook doen vertrouw in ons maar, Na ja, nee, dat al nou juist die ellende <laughs> van de afgelopen jaren is dat niet... Dat vertrouwen is natuurlijk ernstig geschaad, weet ja. je wel. Dus ja, mensen zullen wel twee keer nadenken voordat ze uh, aankloppen bij uh, de executives en de, de, hun, hun bazen bij uh, Activision. Ja, en dit is des te kwalijker omdat... Uh, dit gebeurt natuurlijk ook in Nederland. Alleen je rechtspositie als werknemer, zeker als je lang in dienst bent, is gewoon... Wat staat wat sterk? Ze kunnen niet zomaar uitflikkeren in Amerika. Kunnen ze gewoon op stel en sprong de toko uitgooien en dus, ja, een maandje, een maandje twee? Zo nou, volgens mij kan het zelfs gewoon meteen. Maar okay. anyway, snel um, dingen als uitkering liggen er ook allemaal achter. Het is fucking in Californië wat peperduur is. Je hebt een gezin, je hebt kinderen. Uh, je ziet dat ze daarmee het activisme binnen zo'n. Binnen, binnen, binnen de, de, de mensen die daar werken, die kunnen ze hiermee breken. Je, je, je zaait twee spalt. En ja, waarom? Waarom doen ze dit? De hele tijd, jongen. Wat, wat ik ook vaak lees dan in comments is dan, ja, uh, dan zoek je toch gewoon een andere baan uh, als het je niet bevalt. Maar, ja, ja uh, zo makkelijk is het vinden van een baan binnen deze industrie niet. Maar, uh, in, ja. Crabs in a barrel, wat dat betreft. Ik bedoel, zoveel mensen die daarvoor gestudeerd hebben en wat dan yeah. ook. En, maar zo weinig plek, bij wijze van spreken. Ondanks het feit dat het natuurlijk een immense industrie is. Maar als jij gewoon eenmaal... je, je, je hebt je maandelijkse inkomsten... je hebt je maandelijkse uitgaven... je hebt een gezin om te onderhouden... je hebt je hypotheek, weet ja. je wel. En, ja, het risico van je baan kwijtraken... en niet de zekerheid hebben van... binnen zoveel maanden weer een nieuwe baan hebben... Ja. is gewoon killing voor die mensen. En dan... Ja, met met zo'n uh, uh, zo brief, of zeg maar, met zo'n mededeling van, van die guy. Het is niet dat hij echt heel erg expliciet aan het dreigen is, maar het is al een soort van... Best... Hé, hey, maar hé. Hey, is van even... Nou, hé hey, mensen, ik wil je toch even laten weten. Hij hè? weet echt wel de, 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 de rijkwijde de, 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 tot waar die kan gaan. Ja. Ten opzichte van uh, eventueel weer een advocaat die die aan de broek kan krijgen. Uh, als hij echt dreigt. Dus dat doet hij niet. Het is natuurlijk ook zo dat dit soort bedrijven zijn. Passiebedrijven. Ik bedoel, je werkt daar omdat je daar wil werken. Je wil bij Blizzard werken, je wil aan Call of Duty werken. Uh, daar weggaan is voor veel mensen gewoon lastig. Het is niet alsof je, weet ik veel, bij de supermarkt werkt en ja, dan ga je bij een andere supermarkt werken. Niks te ja. nadelen van werken bij de supermarkt, maar het speelt allemaal mee. En de hele tijd weer die communicatie en alles komt natuurlijk ook gaan naar buiten. Hè. Het is een interne mail, en dat ligt natuurlijk meteen weer op straat en dan, dan moeten ze daar weer op reageren. Uh, nee. Mensen, nu is serieus. Neem mensen nu gewoon de klachten serieus. En dat, dat begint dus bij de top van als zoveel mensen het niet zien zitten in die baas. en willen dat er een andere cultuur komt. doe dat dan ook. in plaats van dat je zegt dat je doet met dezelfde mensen. die dus het probleem zijn. Ja, dus zij zien alleen maar nummertjes. en zij zien ja. hun, hun winst verdampen. Weet je wel? Uh, ja. Dat is hun grootste probleem. Nee, ja goed. Nou ja, goed. Ze kijken niet naar de werkvloer. Ze kijken niet naar de mensen die nee. het bedrijf maken. Dat moeten ze uh... misschien toch eens een keer doen. Want uiteindelijk zijn, is, dat je, is dat je kapitaal. En straks heb je gewoon geen games meer. Ik bedoel, Vanguard was ook niet top. Uh, de Blizzard games komen niet uit. Uiteindelijk ga je het ook in je portemonnee in je aandeeltjes voeren. Ja, nee, die aandelenkoers die, die hadden we de vorige uh, uh, keer natuurlijk uh, al in de groep. Uh, dat gaat ook. Dat, dat gaat niet goed, inderdaad. Um, een bedrijf wat er nu bijgekomen is, dames en heren, in deze hele toxic work environment culture is Bungie. Jawel. Ja. Bungie is nu ook, uh, 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 nou nee, niet beschuldigd, maar uh, daar komt nu ook naar voren. Uh, iGen heeft daar een, een uitgebreid artikel over geschreven. Uh, dat ze vanaf. 2011 een absolute um, ja fret culture um, hadden the accounts of the studios work culture encompass a wide range of experiences they span over uh, span over sexism boys club culture crunch and HR projection of abuses as well as more complex stories of microaggressions systematic inequalities and difficulties in being um, heard Er is excuses aangeboden. M moet wel heel eerlijk zeggen dat men bij Bunchy al wel wat verder is. Ik wou dus, zeggen, de laatste jaren ja, uh, ge zetten ze juist heel erg hoog in wat betreft inclusivity. In exact, derde. maar dat had de baas dus onlangs online gezet waarbij heel veel medewerkers uh, toen inderdaad naar IGN zijn gestapt zeiden van, maar dat is dus nog steeds niet zo. Het is nog steeds problematisch. Uh, heel veel burn-out. Uh, heel veel uh, ja, toch wel een soort van verdekt racisme, seksisme. Um, en op, ik denk op een gegeven moment van, hoe kan het toch dat dat dan... Maar wie, wie, wie trok er al die bel? Nou, ik doel, IGN is gewoon natuurlijk gaan zoeken. Oh, ja, okay. omdat uh, Bungie dus naar buiten kwam met het feit dat, dat het veel beter ging. En dat doet Ubisoft ook van, ja, het, het is nu echt een stuk minder. En dan uh, vervolgens uh, krijgen ze te maken met medewerkers die zeggen, maar nou, er is niet zoveel veranderd. Omdat ook hier zie je weer dat mensen worden weggestuurd uh, en toch weer terugkomen of worden verschoven uh, binnen hetzelfde bedrijf. En ja, nu zoveel bedrijven dit hebben, vraag ik me gewoon af, wat is er dan mis? met mensen in de gamesindustrie dat dat dit overal zo is. is Wat is dat dan voor? Is dit in de gamesindustrie meer dan in de muziek en de filmindustrie? Vraag ik me dan af. Ik bedoel in de filmindustrie hebben we ook natuurlijk legio voorbeelden van ja, ja. de afgelopen jaren. Zeker. In de muziekindustrie zal het echt niet anders zijn. Uh, elke in elke vorm van en in elke ent entertainmentindustrie is er wel echt een hoop. Uh, Toxicity en, 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 en uh, seksisme en, en noem het allemaal op. Misbruik, machtsmisbruik. Ja. Um, daar waar knaken verdiend worden, heb je power corrupts, weet je wel. Mm -hmm. um, het is in, in de gamesindustrie helaas niet anders. Nee, nou, een van de redenen die een beetje hier bij Bungie ook naar voren komt, is uh, dat het bedrijf heel snel gegroeid is uh, vanuit een groep creatievelingen. Een uh, beetje het blizzard verhaal. Een beetje het blizzard verhaal. En dat die op een gegeven moment te maken kregen bij het managen van een groot bedrijf. En um, dat is gewoon fucking lastig. Um, ik denk dat het voor velen boven het hoofd is gegroeid. Uh, dan ga je misschien als manager opeens ook anders gedragen. Um, kijk, managen is gewoon ontzettend lastig. Ik bedoel, uh, mijn vader heeft heel lang bij een groot bedrijf... Gemanaged en die zou ook bijvoorbeeld: je moet afstand houden van de mensen die voor jou werken, omdat uh, je moet dat gescheiden houden. Want jij bent in principe de boeman en zij moeten onderling gewoon het feest maken met elkaar en, en, en happiness. En jij moet alleen maar creëren een workspace waarin zij kunnen schitteren. Maar wat maar, maar dat is dus ja toch op een andere manier. En ik denk bijvoorbeeld in het zakenleven is dat al vrij normaal. Ja. En misschien zijn creatievelingen ook hele gevoelige mensen... die al heel gaaf... want dat denk ik soms ook. Hè, van euh, <coughs> Dan beschrijven ze soms grapjes dat ik denk... oké, okay, er wordt hier ook wel eens een schunnige grap gemaakt. Maar ja, goed. Uh, blijkbaar valt dat dan op een andere manier. Zijn mensen misschien ook wat overgevoelig voor dingen? Waar, waar ligt een grens tussen seksisme en... Een verkeerde grap, uh, et cetera, et cetera. Um, ja, de, de ding is natuurlijk wel: je kan af en toe eens een joke maken. Weet je, dan, dan kun je even jezelf afvragen: oeh, wacht even, komt deze door de beugel? Ik heb dat soms ook wel eens, weet je wel, uh, als ik aan het streamen ben of wat ja. dan ook. Maar wanneer het systematisch op een gegeven moment Zeker. zo is, ja, dan kunnen we echt wel uh, praten over een probleem. Weet je wel? En het is natuurlijk een groot bedoel, wij zijn hier met z'n tienen. Dus als iemand een, een, een verkeerde grap maakt, dan zie je al vrij snel dat die ene het niet zo leuk vindt. En dan wordt dat uitgesproken. Uh, als een manager dat doet via de mail bij een bedrijf met 300 werknemers, dan blijft dat etteren. Mm -hmm. Het zijn allemaal, en, en daar heb je bij grote bedrijven, die hebben er hele processen voor. Uh, um, daar hoor je, ik, ik weet niet of het er niet is, maar je hoort er gewoon veel minder voor en bij de gamesindustrie. Plus natuurlijk die crunchen. Ik denk dat er een hele ongezonde werksfeer is waarin mensen heel lang, heel veel moeten werken onder high pressure. Uh, dan vervolgens dat proberen te releasen, die pressure met drank. Bijvoorbeeld uh, ja. ko Komen weinig thuis bij misschien man en vrouw, uh, gaan dan de eventuele spanningen, lusten, botvieren op elkaar. De een kan er wel tegen, de ander kan er niet tegen. Er is geen tijd om dat even rustig met elkaar uit te breken, want het moet doorgewerkt worden. Het is een grote, explosieve, giftige mix. Ja, uh, maar hoe gaat, uh, hoe gaat deze hele, hele culture, die eigenlijk over de gehele linie wel een beetje de kop opsteekt, die er eigenlijk al jaren is, maar die nu echt gewoon uh, ja. wat meer naar buiten komt. Ja, hoe, hoe ga je dat in godsnaam allemaal... Uh, nou ja, dan zullen games langer later uit moeten komen. Ja, en dat pikt de gamer weer niet. Nou, dus en niet alleen de gamer, ook de board of directors uh, ja. bij, bij de grote bedrijven. Nee. Weet je wel? Er moet gewoon dan en dan uh, harde data, uh, want uh, dan is het boekjaar uh, klaar en dan moeten de numbers binnen zijn. Ja, ja. SIDAMA tegen tegenop te boksen, weet je wel? Nee, nou, dat is ook waarom veel partijen ook naar Indies stappen. Dat is bijvoorbeeld ook één van de redenen waarom we met Blam altijd hebben gekozen om geen investeerder te nemen. Alles met eigen geld te doen. Waarom? Heel simpel. De enige die iets kan eisen van ons zijn we zelf. Ja, en we zijn waar het ons gebracht heeft. Uh, ja. Oh. <laughs> maar bedoel, we zijn wel vrij. En op het moment als een investeerder uh, zegt van ik moet, ik moet volgend jaar weer 50% meer winst maken. Dan zit er enorm veel druk op. En dan ga je op een hele andere manier werken. Dus ik denk dat het probleem daar... Het is creativiteit. En in die studio's hebben toch meer iets van we gaan iets moois maken met elkaar. Dat kan wat makkelijker uitstel komen. Um, het is wat kleiner, dus je zit vlak bij elkaar. Je kunt problemen uitpraten. En zo'n groot bedrijf met 3000 werknemers of 10.000 zelfs, het, het, het werkt niet. Um, ik weet ook niet waar dit gaat zijn, maar het is weer een bedrijf wat dus inderdaad in dit rijtje terecht is gekomen. Gaan we het hebben over. Square Enix. Uh, Square Enix had, uh, heeft afgelopen weekend bekendgemaakt dat vanaf nu hun PC-games ook 70 dollar gaan kosten. Oftewel 70 euro voor de base versions. En uh, deze prijs is binnen een dag weer uit de Epic Store weggehaald. Omdat daar een enorme shitstorm over kwam. Ja, maar de prijs is nog steeds 70 euro. Alleen, het is nog steeds 70 euro. Alleen staat hij er niet meer. Nee. Uh, ja, waarom? Ja, goed. Is het belachelijk dat het. PC-games zijn altijd goedkoper geweest. Ja, waarschijnlijk... 60, 64 euro. Omdat, uh... omdat de licentie. Je hoeft geen licentie aan Sony. Maar dus, dus inderdaad hebben heel veel mensen iets van. Maar waarom nu wel dezelfde prijs. Als je weet dat we geen licentie hoeven te betalen aan PlayStation, Nintendo of Microsoft? Waarom moeten we dan opeens extra money betalen? Waar gaat dat geld heen? Why? En het is weer communicatie. Weer in één keer, bam, 70 euro gewoon droppen en dan maar hopen dat het goed komt. Dat komt Hier is toe. geen vooraankondiging nee, van geweest. Geen he? uitleg waarom. Nee. En dat is eigenlijk, het is niet dat gamers. Want ik denk dat Final Fantasy 7 Remake is een fantastische game. Uh, die de 70 euro best wel waard is. Maar als ja, oh. je het zo dropt, krijg je dit. En uh, ja, dan is het ook een beetje geen om die prijs weg te halen. Absoluut. Ja. Maar je weet, kijk, ik bedoel, dit zijn games die die, die, die met zo'n derde fanbase ook, weet je wel? En ja. de, de, de 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 PC liefhebbers, die, de, 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 de PC gamers die uh, die van fijne fancy houden. Ja, yeah, eindelijk, weet je wel? En maar wees dan ook gewoon even wees die vriend naar, ja. naar je fans, weet je wel? En, en zo maak je jezelf alleen maar ongeliefder. Uh. Bij, bij je fanbase. En dat is echt ja, heel pijnlijk. Heel ja. pijnlijk. Het is een, een communicatieding. In ieder geval, uh, het wordt doorgevoerd. Het is gewoon 70 euro. Dus daar moet je dan maar tot nu toe even aan wennen. Ik weet wie weet, krabbelen ze wel terug. Um, ja, nou, is het, er is niet een achterliggende reden nog gegeven daarvoor. Nee, ik weet ook niet. Het is natuurlijk ook altijd aan de winkel zelf, als het over boxed, spullen is. Dat het goedkoper is. En het enige wat je er ook een beetje mee doet, ben ik bang, is dat er van die nare uh, shops uit bijvoorbeeld Polen komen. die dan de, uh, de, hoe heet het nou, de codes daarvan uh, weer voor uh, dumpprijzen aanbieden. En het grijze gebied, ja. Het grijze gebied die maakt hier ook alleen maar grote winst. Dus communicatie, communicatie, communicatie. Gamers willen best wel betalen, maar die willen de reden ervan weten. Want de ene game is de andere niet. Final Fantasy Remake is misschien een hele grote game. Kun je zeggen van ja, jongens, dit was zo duur om te maken. Dus. Maar als het opeens voor alles geldt, ik vind het raar. Ja. Dan gaan we. Deze is leuk. Deze heb ik speciaal voor jou erbij gezet, Kate. Um, de uh, oud CSGO Pro. Uh, goede speler uh, in zijn tijd. Uh, maar nu uh, fulltime streamer Shroud. En hij is een van de grootste met 8 miljoen uh, abonnees. En nog uh, steeds een hele goede speler. En nog steeds een hele goede speler. Uh, die werd geïnterviewd over wat hij deed. En toen vroeg iemand van: uh, de interviewer vroeg van: hey, heb je nog. Ja, zeg maar, behoeftes om weer terug te gaan naar e-sports zegt hij: hell no. Uh, uh, Als je bluft niet. En uh, I, 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 I don't like work, zei hij. Maar op de interviewer zei hij: Ja, maar streamen is toch ook work? En toen zei um, um, Shroud: Streaming is work? No, it's not fucking work. It's a goddamn joke. Look, I'm sitting here doing nothing. Um, het was geen grap, dat, dat meent hij echt van jongens. natuurlijk dit, dit, is dit geen werk, dit is, dit is gewoon relaxed geld verdienen. Um, maar aan de andere kant merk je dus ook gewoon dat er ontzettend veel uh, streamers uh, op dit moment problemen hebben met burn-out, psychische problemen. Uh, de ene naar de andere valt om. Uh, nou, ben je ook een streamer? Nou, doe jij het wel op een gezonde manier door drie keer per week te doen. Ja. Maar nog wel steeds in de avonden. En dat is ook niet altijd even handig uh, met een nee. kleine meid die om uh, zeven uur wakker wordt. Uh, maar vind jij het werk? Um, nou ja, ik verdien een, een aardig deel van mijn inkomsten ermee. Ja. Dus in, in dat opzicht kun je het beschouwen als werk. Ja. Hij moet het ook niet waarschijnlijk doen, want hij uh, pakt miljoenen, uh, weet je ja. wel. Uh, dat, dat is niet van, oh, dit is, een, dit is een hobby waarmee ik miljoenen verdien. Als ja. jij miljoenen verdient, dan heb, je, dan, dan heb jij een, een goede baan, weet je wel. Uh, ja. En je kan wel zeggen dat het misschien uh, minder intens is, maar er zijn ook heel veel mensen die echt. Die, die meer doen dan alleen maar in hun uh, in een gaming chair zitten en uh, lekker met hun reflexen bezig zijn in, in games. Nee. Want mensen zijn bezig met muziek, met IRL shit, met ja. van alles en nog wat, weet je wel. Ik denk en één keer, plopt dat even in mijn, in mijn hoofd natuurlijk. Kijk, hij had eigenlijk moeten zeggen van, uh, um, neem me niet helemaal letterlijk, maar het is natuurlijk gewoon wel een... Relaxed job ten opzichte van om zes uur uit je nest moeten omdat je buiten de straat moet uh, aanleggen of in de bouwwerk. Ja, en, 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 en in Nederland heb je geen honger. In Afrika hebben de mensen honger. Zo kun je altijd uh, weer uh, ja. iets vinden wat heviger is. Weet ik, je wel? ik snap wel op het moment dat jij uh, wat hij gewoon moet kijken, want dat hadden ze ook goed uitgelegd. Er zijn geloof ik nu bijna een miljoen mensen die stream content aanbieden en in Amerika is er 0.00015% wat ervan kan leven. Nou, hij, ja. hij zit bij die elitegroep van 20, 30 mensen die er gewoon echt goed van kan leven. Hij verdient heel veel geld. Dat is all good for him. Dat heeft hij voor gewerkt. Maar um, gewerkt, wij ja. moeten geloven. <laughs> Kijk, het feit is als jij dit doet weet ik veel, elke dag zes uur streamen... en jij verdient daar heel veel geld mee... dan kan je je omgeving... alles is relaxed. Uh, en je kan mensen misschien in dienst nemen... die je huis schoonmaken. En, en Al dat soort dingen. Ja, maar 99, zoveel procent heeft dat niet. En, en ik, is aan het ploeteren in de modder. Bij exact. En dat is wel een probleem. Ik bedoel, uh, ik spreek meerdere streamers... Uh, waaronder jij. Het is, het is nogal... Tijdrovend, het, 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 uh, het is wat anders dan uh, een gewone baan waarbij je gewoon kan zeggen van... ...dude, ik heb deze week, ik voel me gewoon echt niet lekker. Of weet ik veel, mijn, mijn moeder is overleden. Ik, ik, kan, ik ben er echt gewoon even twee weken uit, dan vangen we dat op. Bij streaming is dat gewoon altijd een probleem. Plus, dat je je dus feit, Want elke streamer die serieus bezig is, die stopt er even veel tijd in. En de ene verdient er dus miljoenen mee... Prima, en de ander verdient er geen droge boterham mee. Maar moet wel die tijd en die effort. En dat is fucking frustrerend. Want ga jij maar eens gewoon bij de bakker werken. of, of in de bouw werken. en, dan, en jouw baan zegt, baas zegt aan het eind van ja, ik ga je niet betalen. Ja. Dat, dat is het, En ik denk dat dat heel veel mensen opbreekt. Het zoveel tijd. En als je het dan ook maar een weekje niet doet. Dan, dan, dat is een soort algoritme, toch? Of niet? Ja. Deels, maar mensen moeten ook niet vergeten met welke intentie stap je erin, weet je wel. Ja, maar dat is nu tegenwoordig. Laten we eerlijk zijn, uh, ik denk dat jij van de oude garde bent. Uh, ik denk ook aan een Kevin die het die, die, doet. Kevin is helemaal een voorbeeld van hij doet niks commercieels en het is bizar. Hij doet het vier avonden in de week. Uh, vragen we ook wel eens af van hoe doet hij het allemaal. Die doet echt gewoon wat hij het leuk vindt om te gamen en eigenlijk nog leuker als mensen een beetje babbelen. Ja, maar de, de nieuwe generatie streamers die erin komen, die zien natuurlijk die gouden bergen die een. Bepaalde mensen kunnen verdienen, Maar dat is wel een ding hoor. Ik merk dat wel bij mensen die we uh, nog niet zo lang gelezen zijn ingestapt. Weet je, wel. die zijn allemaal bezig van... Hé, hey, maar hoe uh, die, die contacten en zo en uh, sponsoring, hoe zit dat precies allemaal? Nee. En uh, uh, deals, 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 die ja, allemaal met een van oké. Okay, want uit, 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 alleen de donaties en de subscriptions ja, daar ga ik niet meer redden. Nee, o, waar, waar, waar zitten die ingangen in ja. de games-industrie, in de hardware-industrie in hardware en zo? En uh, hoe kan ik het dan het beste aanpakken? Iedereen is al groter aan het denken uh, nou ja, dan en, dat je misschien en, ja, aan kan op, op zo'n moment. Krankzinnige manier om dan toch aan die subs te komen, de subatons, weet je wel. Van eerst was het 12 uur, maar 24 uur. En nu zijn er mensen die zeggen, ik ga het een hele maand doen, ik ga het drie maanden doen, ik ga het jaar doen, weet je wel. Ik bedoel, het is niet te doen. Nee, het is echt een, uh, hoe noem je dat? Een wedloop, een, een wetloop, uh, soort van... Wet, een red race? Een red race? Ja, worden ja. lijkt het wel. En, en, en da Dat is het probleem van. Gaan we een uh, hoop verzuipen. even, even het is niet gezond. Acht uur werken per dag. Je kan zeggen van ja, maar bedoel, jij werkt toch ook acht uur per dag. Ik werk wel langer. Ik bedoel, skate ook wel. Maar het is wel anders. Bedoel, je, je, je kan hier eventjes een uurtje uh, 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 weet ik veel, uit je neus gaan zitten vreten. Je gaat even gezellig naar beneden met koffie drinken. Uh, je, je gaat even een ommetje. Als je streamt, ben je acht uur aan, aan. Je moet entertainen. Je moet. Als je het niet doet, de volgende dag, voel je, je niet lekker. Op je werk kan je zeggen. Hé, hey, laat mij even re relax, achter mijn pc'tje zitten, want ik, ik ben vandaag niet helemaal lekker. Kan niet. Nee. En dat gaat problemen. En dan is zo'n opmerking van, het is geen werk. Um, is vrij makkelijk als je daar gewoon heel veel geld mee verdient. Waardoor je inderdaad je huishouden kunt laten doen. Dat je waarschijnlijk een assistent hebt die die, die shit voor je fixt. Uh, dat je in, uh, de, pff, je kan je eten makkelijk laten bestellen. Want je hebt, je hebt toch geld zat ten opzichte van een streamer die er ook nog... Want in Nederland, bijna iedereen heeft gewoon een baan bij. Hij heeft waarschijnlijk gewoon zijn eigen, zijn eigen chef in zijn keuken staan. Joh. Dat soort shit, weet je wel. Uh, mensen die de cameraatje voor je instellen, al dat soort shit. Dus ik vond het niet heel erg slim. Maar ja, goed. Het is ook niet ziek naar, uh, nee. naar gewoon het, 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 het voetvolk, bij wijze van spreken. Ik denk dat het een beetje zo'n zo zo blufferige uitspraak is. Die hmm. nu dan als een boemerang in zijn gezicht. En dan gaat hij waarschijnlijk binnenkort zeggen dat hij dat niet zo. Maar Waarschijnlijk heeft. is het ook niet helemaal zo bedoeld. Ik bedoel, zou hij zou is, kunnen, is ook ja. ooit ergens vandaan gekomen, weet je ja. wel. Hij heeft ook. Hij heeft ook in het begin door die modder gekropen. Ja. Uh, dus uh, uh, het zal waarschijnlijk een beetje bent, uit de, de context getrokken zijn of zo. Als je jong bent, als je tussen die fase zit van 15, 21, 22. Je, hebt nog, je kan nog lekker bij je ouders wonen. Je hebt nog geen hypotheken. Het leven is op zich nog vrij overzichtelijk. Dan is het niet zo'n probleem om te grinden. Om lange dagen te maken. Maar op een gegeven moment, je moet je huis, je kinderen, je familie... Dan gaat het anders worden. En dat is waar heel veel mensen tegen aanlopen. Um... Ja, laten we hopen dat daar een oplossing voor komt. Ook vanuit Twitch zelf. Hè? Want heb ik nou goed begrepen. En YouTube en Facebook natuurlijk. Dat je, dat je om bijvoorbeeld een uh, uh, dat blauwe vinkje te krijgen. Dat je wel een bepaald aantal uren moet streamen. Ja. Nou, Wat, en een, uh, je moet een gemiddeld aantal kijkers moet je ook wel aantikken. En ja. Na de, zo nauw nemen ze het ook niet hoor. Want ik bedoel, ik ken mensen die zes, zeven, acht, tien keer zo'n aanvraag hebben gedaan. Ja. En ik heb ze ondertussen in al die tijd nog niet eens die 75 mensen zien aantikken gemiddeld over ja. een langere periode. Maar dan denk ik dat het uit, uit een soort van pity, zo van medelijden. Oh, okay, heb je hem weer of haar ja. weer. Uh, weet je wat? Hier heb je je vinkje. Maar ik bedoel, nee, ja, prima toch? Anders, uh, wat is er dan nog bijzonder aan zo'n vinkje aan een ja. partnership? Maar ik, 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 ben je ervoor als Twitch? En ik vind de, de numbers vind ik vrij realistisch trouwens, hoor. Nee, oké, okay, maar vind jij dat Twitch en YouTube en whatever, waar je kan streamen, een rol moet gaan spelen? Kijk, ze hebben nu al gezegd, je mag niet meer slapen in stream. Maar volgens mij doet iedereen dat nog steeds. Is dat zo? Nou ja, dat zei op een gegeven nee, moment Nee, dat ook, gebeurt gewoon. Al die subatons en dat soort dingen. Ik vind soms wel... Gebeurt nog steeds. Ja, maar ik vind, vind jij dat ze daar een... Uh, een, een appel of misschien zelfs een regel voor me instellen. Of denk van nee, dat is gewoon echt aan die gasten zelf en die, en, en die dames zelf. Als ze dat willen, dan, dan moeten ze dat vervolgens doen. Kijk, want zij, kijk, aan de ene kant zullen ze altijd als bedrijf zeggen: ja, nee, dat is natuurlijk niet wat we willen: dat mensen allemaal burn-outs en dit krijgen. Maar ondertussen uh, vinden ze het wel heel erg fijn met die subbetons. Ze pakken zelf natuurlijk ook allemaal yeah, percentages. Money, 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 money. Tellen ze je gewoon door, natuurlijk. Dat bedoel ik. Weet je wel. En dat vind ik zo fucking hypocriet. Want uh, zij supporten op dit moment een systeem. Waar mensen wel aan onderdoor gaan. En dat vind ik pijnlijk. Maar ja, aan de is andere het kant, eigen, ik, ja? ik vind het wel voor een heel groot deel je eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat is waar. Uh, ja. je, wel, je moet je, wel je eigen verantwoordelijkheid nemen hierin. Als jij een volwassen persoon bent uh, en je weet dat je tegen dat soort dingen aan kunt lopen, ja. dan moet jij gewoon zorgen voor een stok achter je eigen deur. Ja. En um, wat ik al vaker heb gezegd, er is een reden dat ik niet meer dan drie, soms vier avonden in de week stream. Ja. De balans, weet ja, je wel? Nee. Uh, sociaal, sociaal leven, ja. een gezin, uh, ander werk, uh, noem het allemaal maar op. En ja, daar zouden meer mensen, uh, ja, gewoon goed moeten, goed bij moeten stilstaan ja. in plaats van zich alleen maar blind te staren op uh, nummertjes en uh, eurotjes en noem het allemaal ja. maar op, weet je wel? Nou. Nou, ik ben het mee eens. We gaan het blijven volgen. Ook in 2021, natuurlijk. Uh, hoe dit allemaal gaat uitpakken. Um, ik wou nu zeggen: volgende week een piepshow. Maar dat weet ik niet. Want we zitten een beetje in die eindejaarsfase. Dus misschien ga ik iets anders doen. Maar in ieder geval: in 2022 is er zeker weer een nieuwe piepshow.